zoek naar 1650 in Den Bosch. Oh! Lieve Maartje, Niek Kimman, de BMX'er, FC Groningen, Daphne Schippers en de vrouwen van Den Bosch waren held van de week. En jullie zijn held van de maand geworden. Ah, cool. En toen ik hoorde dat jij het was, dan wil ik het persoonlijk overhandelen. Dat vind ik helemaal leuk. Ja, dus dit is hem. Van Frankie Hollywood. Prachtig kunstwerk, Frankie Hollywood. Heeft het speciaal voor jullie gemaakt, voor film? Ja, supermooi. Echt heel cool. Leuk, hè? Ja, echt graag. Mag je zoenen? Ja. Ontzettend gefeliciteerd. En wat leuk je weer te zien. Dankjewel. Echt heel tof. Want het is jullie 16 landstitel in 18 jaar, hè? Ja, klopt. 16 keer. Ja. En jij bent vanaf je tweede ben je erbij? Nee, ik ben nog maar 18, dus dat is wel, was mijn 11e seizoen. 11e seizoen? Ja. En je 9e titel? 9e titel, ja. Dus hoeveel komen er nog bij? Ja, ik ga nog wel even door, dus ja. ik hoop dat er wat een aantal bij komen. En wat ga je nu doen? Je gaat naar Antwerpen straks? Ja, we spelen Hockey World League. Ja? Oh ja, ja. En daar moeten we ons plaatsen voor Rio. Ja. Dus we moeten daar bij de eerste drie eindigen en dan zijn we automatisch gekwalificeerd voor Rio. Ja. Dus ik vertrek morgenochtend eigenlijk. Ja, ja. Dus, hey, en hoe kijk je naar het Nederlands vrouwenvoetbalelftal? Want die willen ook allemaal Maartje Palmer worden en dat worden ze nog maar steeds niet. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik vind het gaaf dat er veel aandacht voor is. En zelf nog de laatste wedstrijd gezien, de afscheidswedstrijd. Dus ja. ik vond het erg leuk om te zien en vooral om te zien dat er veel aandacht voor is. En dat ze nu in de achtste finale zitten, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Meteen op het eerste WK in de achtste finale. Ja. Ja, dat is toch wel tot nu toe al een hele goede prestatie. Maar volgens mij zijn ze nog lang niet klaar. Nee, maar hoe komt het nog dat steeds die meisjes moeten vechten, wij spreken Viviane Miedema, om een Maartje Palmer en Naomi van As te worden? Dat nog steeds niet lukt. Hoe zou dat komen? Ik weet niet, maar wij zijn natuurlijk al een heel aantal jaar bezig om ergens aan te bouwen. En dat is, heeft ook tijd gekost, was ook niet vanaf het begin. Maar als je nu ziet zeg maar, hoeveel aandacht er ook voor komt, zeg maar, ook voor de andere sporten, is het denk ik een kwestie van tijd. En gewoon blijven presteren en iedere dag weer beter willen worden. En dan komt uiteindelijk zeg maar, die beloning en dat komt vanzelf al. Kijk, je moet ook Olympische titels, dat scheelt ook. Sta jij er 's nachts voor op? Het ligt eraan of de dag erna zelf moet trainen, ja of nee. Ja, ja, ja. Dus ik heb één keer kunnen kijken. Ja. En dat was de wedstrijd van 12 uur. Ja. En die andere twee midden in de nacht, zeg maar, die heb ik overgeslagen omdat we de dag erna of zelf speelden of moesten trainen. Dus wat dat betreft moet ik ook aan mijn eigen trainingsschema denken. Jij kon ook goed voetballen. Ja, ik vond het in ieder geval super leuk. En bij het Nederlands team doe ik nu ook nog wel eens. Altijd wel een voetballertje mee. Ja. Dus zodra het kan, probeer ik het altijd wel te doen. En ik vind het gewoon hartstikke leuk.